Ben je nou ook zo te gek op tekenen, striphalen? Ik ben op het leukste stripfestival van Breda. Het stripfestival. Maar wat is nou zo leuk aan het stripfestival? Waarom organiseert u het stripfestival? Wij organiseren het festival omdat we strips als medium heel erg leuk vinden. Want je kunt door middel van een paar tekeningen en een paar balloons een heel verhaal vertellen. En een heleboel mensen vinden dat leuk en een heleboel mensen maken strips. En tijdens ons stripfestival hier in Breda laten ze zien hoe ze dat doen en wat ze allemaal kunnen maken. Oké. Doet u dit vaker? We doen dit één keer per jaar, maar dit is al wel de 8e keer dat we dus Stripfestival Breda hebben. Is het leuk om dit te doen? Dat is heel leuk om te doen. Net voor het festival niet zo heel leuk, want dan moet je aan een heleboel dingen denken. Van, zijn er wel genoeg stoelen voor iedereen en genoeg kopjes koffie? Maar op een gegeven moment weten we dat allemaal gedaan hebben, dat het allemaal goed in elkaar zit. En dan is het gewoon een feestje die 2 dagen hier. Is het elk jaar hetzelfde wat u doet of ene jaar is het wat anders dan andere jaar? We proberen elk jaar wat anders te doen. Dus we zitten dit jaar wel opnieuw in het Chassé Theater. Maar dit jaar hebben we voor de eerste keer het Nederlands kampioenschap striptekenen. Nou, dat is ontzettend spannend voor ons om dat te organiseren. En we hebben nu ook een veiling voor het goede doel, waar tekenaars hun originele pagina's laten veilen. En de opbrengst gaat naar SOS Kinderdorpen. Wat is zo leuk aan het stripfestival? Nou, dat je er kan knutselen, je kan er boeken kopen en je kan er boeken lezen. En wie zijn jouw striphelden? Sailor Moon. Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het tekenen voor kinderen die de boekjes hebben gekocht. Teken ik een leuke muis erin. En is het moeilijk om een stripverhaal te schrijven en daar ook te verzinnen en dan ook een verhaal bij te tekenen? Voor de Geronimo boeken ben ik niet te schrijven, maar ik ben wel striptekenaar van beroep. Dus ja, het is wel moeilijk om een verhaal te schrijven en daarbij te illustreren. Wat bent u aan het doen? Ik ben een manga portrettekening aan het maken voor iemand. Heb jij hiervoor gestudeerd? Ik oefen heel veel. Het is een hobby voor mij. Het is moeilijk natuurlijk, maar als je heel vaak oefent, kun je heel veel mee bereiken. Vond je nou ook zo leuk met die stripfiguren en met al die dingen wat ik mee heb gemaakt? Wil je dan nou ook doen of andere dingen doen? En wil je ook reporter worden? Ga dan snel naar chatm.nl.